aan mij de eer om wat te vertellen over de maakbaarheid van het brein. Plasticiteit is eigenlijk een wat mooier woord, dus ik ga vanaf nu het woordje plasticiteit gebruiken. Ik ben klinisch psycholoog en probeer in mijn praktijk ook gebruik te maken van de mogelijkheden die ons brein biedt om onszelf te herstellen. Dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk het zelfherstellend vermogen te activeren bij mensen. Ik zal laten zien dat dat eigenlijk ook heel goed mogelijk is. Ik zal ook laten zien dat dat best een klus is. En we gaan ook nog wat experimentjes doen, anders dan dit hoor, om te kijken hoe het met uw eigen zelfherstellend vermogen is. Maar ook te kijken wat er gebeurt als u bepaalde dingen doet, wat dat verandert aan uw brein. En ik ben 20 jaar geleden begonnen met het introduceren van, ik wijs naar mijn hoofd, een neurofeedback. Dat is met dopjes op je hoofd de elektrische activiteit meten. En dat gebruiken als feedback om het functioneren van je brein te veranderen. Ik heb vervolgens heel veel met biofeedback gedaan. En uiteindelijk hebben we in Nederland ook een training geïntroduceerd, ook weer die gebaseerd is op de plasticiteit van het brein. Dat is een werkgeheugentraining, heel intensieve training, maar het laat zien dat als je traint, dat we degelijk allerlei dingen kunnen veranderen. Dat is eigenlijk het voordeel, dat is het positieve van de plasticiteit van je brein, maar het kan ook negatief uitwerken, want alles wat positief kan uitwerken, kan ook negatief uitwerken. En dat zal ik ook laten zien, want het is best wel belangrijk als je met kinderen te maken hebt, dat je in de gaten hebt hoe je dat positief kunt beïnvloeden en hoe je moet voorkomen dat je het negatief beïnvloedt. Ik zal een aantal voorbeelden laten zien. En ik ontkom er niet aan om een beetje onder de motorkap te kijken, zeg maar, wat is dat brein? Nou, eigenlijk, wat gebeurt daar? Ik moet u een beetje uitleggen over de anatomie. Omdat die anatomie, dat is juist de veranderbaarheid. Dat wat ik in mijn opleiding geleerd heb, na je 20ste, dan is het zo en dan verandert er niks meer. Dat klopt niet. Ik hoop zelfs dat onder invloed van wat jullie allemaal hier doen, dat uw brein ook verandert, ook anatomisch verandert. Dus er is best veel mogelijk. Maar dan moet u een beetje begrijpen wat er onder de motorkap gebeurt. Ik zal dat ook laten zien, en eigenlijk hebben jullie het allemaal aan de lijve ervaren. Als je goed kijkt, als je een jong kind hebt, en als je kijkt hoe zich dat ontwikkelt, als je naar die hele ontwikkeling kijkt, dan kun je prachtig zien wat voor ingebouwde plasticiteit we allemaal hebben. En dat is een plasticiteit waarvan wij ook weer vroeger geleerd hebben dat die ergens ophoudt. Maar dat klopt niet. Uw brein is en blijft plastisch tot boven je 100ste. Het is ook niet zo als je oud wordt dat je geen plasticiteit meer hebt. Dat klopt niet. Dat hangt er maar vanaf wat je doet. Dat zal ik laten zien aan de ontwikkeling. En uiteindelijk zal ik laten zien wat zijn nou de functies die je met zo'n brein kunt doen. En wat de invloed van de omgeving is op het functioneren van uw brein. En dus eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen wat voor invloed u als omgeving op het functioneren van het brein kunt hebben. Dat is denk ik wel wat positiever gesteld. Het kan ook weer een positieve zijn, maar het kan ook weer een negatieve zijn. Ik zal u zien hoe dat die twee kanten uit kan werken. Laten we even beginnen met hoe dat er nou uitziet. Als je naar het brein kijkt aan de linkerzijde, dan ziet u dat is eigenlijk een wat boterachtige kleffe massa, als je die zo in je handen zou pakken, heel wiebelig. En daar zie je allemaal vouwen in. En als je dat doormidden zou snijden, dan krijg je de ene helft te zien. Het bestaat dus eigenlijk uit twee helften, glibberige massa. Als je nou een dwarsdoorsnede maakt, dwars door het hoofd, en dat is een tekening, dus dat is niet een echt brein wat u daar ziet. Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn dat u onthoudt. Want dat zal steeds weer terugkomen. In het brein, dit is de voorkant, dit is de achterkant. Dat gaat van voor naar achter. Je zie je witte banen lopen. Dat is de witte stof. En hier aan de zijkant, het is een beetje roze-grijzig. Dat is de grijze stof. Dat is de cortex, de schors. Daar waar we het eigenlijk ons denken mee doen. Best wel weinig, want het is een paar millimeter dik. En die paar millimeter, daar doen wij ons denken mee. Dat is waar we bewust controle over hebben.
En hier weer de witte stof, die verbindt al die gebiedjes met elkaar. Ik zal het ook nog wat preciezer laten zien aan de hand van een hersencel. Dan wordt het wel heel erg gespecialiseerd, maar toch wel goed om eventjes te weten hoe het zit. In uw brein hebben we allemaal cellen. En die cellen communiceren met elkaar. Als je met een EEG kijkt, dan kun je zien dat die cellen met stroompjes met elkaar communiceren. Dit is de cel waar informatie naar binnen komt, via deze takjes. En die informatie gaat via dit draadje. En dat draadje heet axon. Gaat dat naar de andere cel, om daar informatie af te leveren. Dit is wat belangrijk wat u moet onthouden. Dat is weer die witte stof die we net ook zagen. Dat is de witte stof. En hoe dikker die witte stof, hoe sneller en beter het signaal van het ene naar de andere kant. Dat is ook bij elektriciteit zo. Als je dat elektrische draadje heel goed afgeschermd is, dan gaat de impuls sneller. Dus dit is belangrijk. Dan komt het signaal aan bij de andere cel. En daar is een verbindingspuntje en dat noemen we een synaps. Dus hier heb ik dit gebiedje, dit vierkantje. Dat vergroot ik uit en dan zien we hier de synaps. En zoals u ziet, die synaps maakt niet echt contact met die andere cel. Er zit nog een klein spleetje tussen. En als je ziet, hier komt de elektrische puls aan. Die puls activeert hier blaasjes waar stofjes in zitten die binden aan de andere cel. En als dat stofje naar de andere cel gaat en dat gaat voldoende, dan gaat het stroompje via de andere cel verder. Dat is ook weer belangrijk. Dat zijn eigenlijk de neurotransmitters. En daar hebben we eigenlijk allemaal wel over gehoord. De afgelopen 30 jaar is heel erg populair geworden. Als mensen wat somber zijn of depressief zijn, dan geef je ze een pilletje. En die pilletjes zijn bedoeld om hier dat te beïnvloeden dat een bepaalde stof in dat gebiedje meer aanwezig is, waardoor de overdracht makkelijker wordt. Waarom is die synaps nou belangrijk? Als ik even weer terug ga, dit gebiedje. U moet zich voorstellen dat hier wel zo'n 1000 synapsen op die cel uitkomen. En die synaps, die is veranderbaar. Als ik u nou de hele avond zou pesten met een moeilijk geheugenspel, en ik wil graag dat u dat onthoudt, dan kunt u dat onthouden door deze verbinding te verbeteren. En dat betekent, als we dit nu zouden doen, dat u meer van deze verbindingen maakt. Dus dat betekent dat u anatomie aan het veranderen bent, waardoor het contact van deze ene cel met die steeds vergemakkelijkt. De impuls gaat steeds makkelijker lopen. Dat is net als een vaardigheid die beter gaat. Die vaardigheid gaat beter om op dat niveau en wat is veranderd. En dat betekent dat die veranderingen gaan eigenlijk voortdurend. En die veranderingen die bestendigen zich, als ik het nu vanavond doe en u heeft een goede slaap, dan bestendigen die zich over de nacht. Want dan wordt over de nacht die nieuwe synaps aangemaakt. Dus als je het even weer teruggaat, hier zitten die grijze cellen in. Dat is waar we die zenuwcellen die ik liet zien. En dit is de witte stof waarbij deze zenuwcellen ook in contact kunnen staan met die zenuwcellen. Het is een en al bedrading als je onder de motorkap kijkt. Als je nou kijkt, als je dat zou tellen, een schatting, dan hebben we best wel een aardige berg cellen, hersencellen, neuronen in ons hoofd. Die ene cel met die andere, die hebben wel zo'n 1000 verbindingen met elkaar, minimaal. Dus dat betekent, als je dat nou eens 1000 × 86 miljard, dan krijg je een heel groot getal aan allerlei verbindingen die in uw brein zitten. Dat is een heel complex gebeuren. Die klomp boter die je dan ziet, dat is een ongelooflijk ingewikkeld, prachtig in elkaar geflanst systeem, wat zo goed werkt dat we de helft eigenlijk nog niet begrijpen. Dus de synapsen, die kunt u vermeerderen. En ik zal ook laten zien dat de witte stof, als u een bepaalde verbinding veel gebruikt,
dan wordt de witte stof gaat ook dikker worden, waardoor de prikkel makkelijker verloopt. Dus alles wordt gedaan om bepaalde dingen, gedrag dat u steeds herhaalt, te vergemakkelijken. Dat gaat door een synaps en dat gaat door de witte stof te veranderen. Goed, wat ik zei is, als we kijken naar de ontwikkeling van een kind, en je kijkt, wat gebeurt er dan bij dat brein? Wat zit eigenlijk ingebouwd aan plasticiteit in het brein? En als je dan kijkt naar een jong kind wat net geboren is, dan is het een klein breintje, 333 gram of 300 gram. En als je dan kijkt 2 jaar later, dan zie je dat dat eigenlijk 3 keer zo groot is geworden. Dat is best veel. In die 2 jaar gebeurt dus ontzettend veel. In die 2 jaar worden heel veel nieuwe cellen gemaakt, worden ook heel veel nieuwe verbindingen gemaakt. En dus in uw systeem zit een ongelooflijke krachtig vermogen, vooral in het begin van onze ontwikkeling. Als je dan op een wat andere manier naar het brein kijkt, naar de verbindingen die er zijn, dan kun je zien bij de geboorte dat er nog niet zoveel verbindingen zijn. Als u een kind van 2 weken oud aankijkt, dan ziet u dat de blik eigenlijk redelijk leeg is. Daar is nog niet zoveel los binnen in dat kind. Het kind kan amper bewegen, kan u nog niet zo goed volgen met de ogen. En dat is omdat er natuurlijk dat brein nog geen paadjes zijn aangemaakt die je moet gebruiken, die je nodig hebt om bijvoorbeeld een volgbeweging met je ogen te maken of verschillende vingers te gebruiken. Maar dan zit weer die ingeboren plasticiteit in uw systeem. Wat zie je gebeuren? Na 3 jaar zie je dat er een hele grote hoeveelheid verbindingen worden gemaakt. En dat is het eerste belangrijke principe van het brein. Dat er worden verschrikkelijk veel verbindingen gelegd. Veel meer dan we eigenlijk nodig hebben. Dus een overschot aan allerlei verbindingen. Want je ziet op 15-jarige leeftijd zie je dat die verbindingen weer wat verminderd zijn. En daar komt de term vandaan, if you don't use it, you lose it. Dus in die kinderjaren, dit is een heel belangrijke periode, daar gaat je brein, maakt automatisch allerlei verbindingen aan, grijze cellen aan, maar ook witte stof, allerlei nieuwe verbindingen worden gemaakt. En dan hangt het er vanaf of je dat gebruikt, als je het gebruikt, dan blijft de verbinding, hè, door die verandering van die synapsen, die verbindingen worden stevig gemaakt. En als dat stevig genoeg is, dan blijft het. En als het niet stevig genoeg is, dan verdwijnt het ook werkelijk weer. Dus dat is best belangrijk om in die periode van 3 tot 15 jaar, daar moet eigenlijk best veel gebeuren om die in aanleg aanwezige plasticiteit ook werkelijk te gebruiken. En er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van kinderen die in Frankrijk in een bos door wolven opgevoed zijn. Daar kun je ook aan zien dat het brein, dat de bedrading van dat brein eigenlijk vreselijk veel anders eruit ziet dan het van een regulier, een normaal zich ontwikkelend kind. Als je weer kijkt naar die 5 tot 6 tot 7 millimeter grijze stof waar al die celletjes in zitten, dan zie je ook bij de geboorte, in die 5 tot, dit is helemaal uitvergroot, dan zie je nog niet zoveel verbindingen. Na 3 maanden zie je al wat meer, na 6 maanden zie je al een hele berg en dit is weer na 2 jaar. Dat zie je ook als je een microscoop op het brein legt, dan zie je dat daar vreselijk veel verandert. En dat is aangeboren. Het maakt niet uit wat u doet, die veranderingen die vinden plaats en dan gaat het er maar weer om. If you don't use it, you lose it. Als u het gebruikt, gebeurt er wat mee. Gebruikt u het niet, dan gebeurt er niks mee. Dit is eigenlijk wat betreft de grijze cellen, de zenuwcellen die er zijn. En dit is weer een wat ingewikkeld woord, maar daar wordt eigenlijk mee bedoeld die witte stof, dat is die bedrading. Je ziet het ook, dit is een jonge kind, dan zie je, daar is nog niet zoveel van die witte stof. Er ligt wel al wat bedrading, maar die bedrading is niet goed beschermd. Dus de impulsjes die gaan ook heel traag van het ene naar het andere gebiedje. En dan zie je in de foto daar rechts naast, dan zie je dat daar ook al wat meer
verbindingen zijn. Dit zijn eigenlijk de kernen in uw hersenen waar de geautomatiseerde motoriek plaatsvindt. Nou, je weet dat dat in het begin belangrijk is. En dan zie je in het verloop van de tijd dat door het hele brein heen er steeds langere verbindingen ontstaan. En ook allerlei zijtakken. En dit zijn allemaal grote banen die hersengebieden met elkaar verbinden. Zodat er netwerk is ontstaan. Als u een bepaald taakje doet, dan betekent dat dat verschillende gebiedjes met elkaar samenwerken. Dus die hoofd- en die zijwegen zijn ongelooflijk belangrijk om tot een goede samenwerking te komen. En als u goed oefent, dan kunt u die samenwerking dus verbeteren. En dat heeft u net bij het dansen gezien. Op het eind ging het al een stuk beter volgens mij dan in het begin. Dus dat is de witte stof. De witte stof verandert. Dan kun je daar een heel mooi plaatje van maken om even te laten zien wat een wirwar aan bedradingen dat is. En iedere kleur die representeert een bepaalde functie waarbij neuronen allemaal gebiedjes aandoen die nodig zijn bij een bepaald taakje. En dat laat eigenlijk zien dat als je dat zo ziet, dan kun je er echt niet zoveel wijs uit worden. Toch is het een prachtig georganiseerd geheel. Goed, meer cellen worden gemaakt. De witte stof kan veranderen. If you don't use it, you lose it. Die ontwikkeling die gaat in bepaalde fasen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het kleine kind, een baby, dan zie je eigenlijk dat eerst zien en horen, dat zich ontwikkelt. En dus dat betekent, er worden allerlei banen voor het zien en horen aangelegd. En if you don't use it, you lose it. En u kent het allemaal, wat een best ingewikkelde taak van uw brein is. Als je hebt twee ogen, dus er komen twee beelden binnen, dan moet je eigenlijk één beeld van maken. Soms zie je een kind waarbij het ene oog wat naar binnen of naar buiten staat, een lui oog wat niet goed meebeweegt, dan weten we dat in een bepaalde periode het best, waar het brein eigenlijk bezig is om die beelden samen te gaan vormen, dat je op het goede oog een pleister moet plakken om eigenlijk dat luie oog wat onder druk te zetten. Dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van de plasticiteit. En dat is ook een mooi voorbeeld. Dat kind is uiterst geïrriteerd en die heeft wel liever zo'n goede oog gebruiken. Dus die vindt het vervelend als je de pleister over het goede oog plakt. Dat hoort ook bij plasticiteit. Het is niet iets wat vanzelf gaat. Wilt u gebruik maken van uw plasticiteit, dan moet u allemaal kleine weerstandjes overwinnen. Ik zal dat ook laten zien. Dus in die... Ja. Je zegt over zien en horen, maar geldt het dan hetzelfde voor een kind wat bijvoorbeeld heel vaak een oorontsteking heeft gehad? Is dat hetzelfde principe? Ja, je bent me voor. Oh. Dat wou ik net gaan zeggen. Stel nou eens, je bent 2 jaar en je hebt alweer een oorontsteking. Dus is net allemaal bedrading aangelegd, ook naar dat gedeelte van je brein waar de auditieve informatie verwerkt wordt. Maar je hebt pus in je oren. Dat betekent bij pus, de pus zorgt ervoor dat bepaalde frequenties, dat die uitgefilterd worden. Dus die komen niet in die gebiedjes waar die auditieve informatie verwerkt moet worden. Dus die banen, if you don't use it, you lose it. En dat betekent dat... En ik kom daar straks nog weer uitgebreid op terug, dat als een kind veel oorontstekingen heeft, dat het heel goed kan zijn dat het verschil tussen een D en een P niet zo goed meer kan horen. Omdat die gebiedjes waarbij die frequenties nodig zijn, niet goed ontwikkeld zijn. Het betekent overigens ook dat je dat weer kunt trainen, maar dan moet je het eerst goed onderzoeken. Dus in die periode ongelooflijk belangrijk... Om te weten dat het horen negatief zich kan ontwikkelen, minder goed zich kan ontwikkelen, vanwege die pus in de oren. Dan moet je nagaan als een kind bepaalde gebiedjes in zijn brein niet goed ontwikkeld heeft en dan de taal moet leren. Best lastig. En dan zie je eigenlijk, en daar kom ik ook nog weer uitgebreid op terug, is dat een kind dan geneigd is om te compenseren. Als je niet zo goed hoort, dan probeer je een beetje lip te lezen. Als ik met zo'n kind spreek en ik hou mijn hand voor de mond, dan zie ik dat ze dat irritant vinden. Als ik dat al zie, dan weet ik
dat het kind in de verwerking van auditieve informatie een fundamenteel probleem heeft. Dus daar moet ik mee bezig om te zorgen dat dat gebiedje waar die verbindingen niet goed zijn aangelegd, dat het alsnog door een specifieke training die banen wel aangelegd worden. Dat is veel moeizamer als in het begin, want dan liggen al die banen er al, dan hoef je het alleen nog maar te gebruiken. Als je het later doet, dan moet je eigenlijk best stevig trainen om het brein die nieuwe verbindingen aan te laten leggen. Dus dat is, in het begin is zien, dan volgt horen en dan krijg je de taalontwikkeling. En dan wordt het steeds interessanter en dan worden de hogere cognitieve functies. En dan kom je bij de executieve functies, planning, overzicht, de rem op je gedrag. Hè. Je kunt bij een 2- of 3-jarige zien wel eens dat het remmetje niet helemaal goed werkt. Overigens ook wel bij een 20-jarige, ook wel bij een 50-jarige. Ook de rem is ook belangrijk, en dat is een bepaald systeem in uw brein. Misschien kom ik erop terug, dat is iets wat geoefend moet worden. Want dat gaat niet vanzelf. Hè, die functies, die executieve functies, die hebben heel veel oefening nodig. En ook daarvoor geldt, if you don't use it, you lose it. En dat wil niet zeggen, lose it, dat je nooit meer terug kunt vinden. Nee, dan moet je eigenlijk aan de bak om het weer terug te vinden, die functies. Maar dat kan zeker. Goed, dus je ziet eigenlijk, als je nou kijkt naar het brein, hè, uw visuele informatie, die wordt aan de achterkant van uw systeem verwerkt. Die auditieve informatie zo boven uw oren en een beetje daarachter. Hè, de motoriek middenin en dan voorin, dat is het voorste gedeelte van uw brein. Daar komt planning, overzicht, stuur op uw gedrag. Dat is alles waar je bewuste controle voor nodig hebt. En dat gaat in een soort beweging, ontwikkelt zich dat. En je ziet bijvoorbeeld dat bepaalde kindertjes, die noemen we dan te jong, dan zie je dat die ontwikkeling ietsjes trager gaat. Niet omdat het zich traag ontwikkelde kinderen zijn, maar omdat op een of andere manier genetisch dat later komt. Dus die moet je ook een beetje ruimte geven om zich wat later te ontwikkelen. Goed, dus dit is best een belangrijk principe. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dat blijft altijd gelden. Dat geldt ook voor u, zoals u nou functioneert. Je kunt eigenlijk honderden voorbeelden aanwijzen die laten zien dat als u iets niet gebruikt, dat die functie achteruit gaat. En wat u dan gaat doen, is u gaat compenseren. Wat een mooi voorbeeld is, althans een mooi voorbeeld, is als iemand wat ouder wordt en die zit veel meer in een stoel, wat je vaak ziet. Dan betekent dat de spieren van je heupen kleiner worden, dunner worden. Dat betekent dat het evenwicht houden moeilijker wordt. Dat betekent dat als iemand gaat lopen, dat die wat wankel is. Dus dan zegt iemand, nou, die is ook al oud aan het worden, die kan beter ergens. Zijn evenwichtssysteem die werkt niet meer zo goed. Nee, dat is niet het evenwichtssysteem. Dat is omdat die persoon de spieren niet meer gebruikt heeft, betekent dat de spieren achteruit gaan en dat het functioneren moeilijker wordt. Als je zo iemand weer eens oefeningen geeft om de spieren van de heup te versterken, dan is het met grote waarschijnlijkheid zo dat het evenwicht ook stukken beter zal worden. En zo kun je eigenlijk honderden voorbeelden noemen die laten zien dat die compensatie van functies, dat dat een groot probleem is. En ik zal het ook laten zien dat dat in uw dagelijks leven ook met grote regelmaat voorkomt. Dit is een klein voorbeeld ervan. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het brein, hè, van een pasgeborene, 330 gram. En dat gaat zo omhoog naar 1350. En dan zie je na je 20ste, zou je zeggen, takelen we allemaal af. Wordt het gewicht wat lager. En als je dat takelen af zou noemen, dat zou natuurlijk niet, dat is niet erg positief als je het zo zou noemen. Dat heeft eigenlijk mee te maken dat u efficiënter wordt in het gebruik van uw brein. Het is zo inderdaad dat er wat minder cellen zijn, maar u wordt waarschijnlijk ook veel efficiënter in het gebruik van uw brein. Dus dan kan het ook best wat naar beneden gaan. Dat is niet alleen zo met het gewicht zo, ook als u bij u een werkgeheugentaakje zou doen, dan heb je eigenlijk hetzelfde. Dit is een Zweeds plaatje. Dus vandaar
dit betekent de leeftijd. Op je 30ste gaat je werkgeheugen ook weer naar beneden. En daar heeft u allemaal last van, waarschijnlijk. En dat is, dat worden ze, noemen ze wel, de paradox of wisdom. Hoe slimmer je bent, hoe beter je compenseert. En stel nou eens dat ik... U bent ergens en u vraagt de weg en u ontmoet mij. En ik zou zeggen, gewoon moet je eens luisteren. Je moet straks bij dat rode huis, daar moet je linksaf. Dan heb je na 200 meter staat er een groene vuilnisbak. Daar moet je rechtsaf. Dan heb je na ongeveer 2 kilometer rijden, kom je aan rotonde. Dan moet je de derde afslag nemen. Dat is best al lastig. Hè? Wat u geneigd bent te doen, is zeggen, oh wacht even, ik pak even een pen erbij. Dan schrijf ik het op. Dat is eigenlijk het eerste principe van compensatie. Want eigenlijk wat ik aan het doen was, is uw werkgeheugen belasten. En wat u doet, u zegt nee, wacht maar even, ik ga het opschrijven. En als u dat de hele dag doet, dat betekent dat uw werkgeheugen achteruit gaat. Je zou kunnen zeggen, u bent slim, want u zorgt ervoor dat u het gewoon opschrijft, dan weet u het zeker dat het allemaal goed komt. Dat is de paradox of wisdom. Als iemand op deze leeftijd in mijn praktijk zou komen en die zou zeggen, goh, ik heb zo'n werkgeheugen, het is wat afgetakeld, ik wil het eigenlijk verbeteren, dan is het heel goed mogelijk om door een heel intensieve training het werkgeheugen significant te verbeteren en weer terug te brengen naar het werkgeheugen zoals dat van een 30-jarige. Als ik dat ten tijde van mijn opleiding op de universiteit gezegd zou hebben in de zaal, collegezaal, dan zou ik eruit gestuurd zijn, want we gingen er vroeger vanuit, nee, na je 30ste verandert er eigenlijk niet zoveel meer. Nu weten we, dat hangt er maar vanaf wat u doet. Als u veel compenseert, dan gaat uw systeem zich aanpassen. If you don't use it, you lose it. Dus dat is ook het principe wat telkens weer terugkomt in uw leven. En dat houdt niet op. Hier staat 60, maar we hadden daar ook 100 neer kunnen zetten. Want ook een 100-jarige kan heel goed door training zijn werkgeheugen significant verbeteren. Goed. Dat is de basis. Dit is een ongetrainde hond. Daar hebben we alles op uitgeprobeerd. Ik zal straks laten zien wat er gebeurt met de hond. Als we hem getraind hebben, dan zal hij er ongetwijfeld wat intelligenter uitzien. Laten we naar wat experimenten gaan. Zoals u ziet, dit is een onderzoek in 1990. Dat is al bijna weer 30 jaar geleden. En in dat onderzoek werd heel veel onderzoek gedaan met aapjes. Die aapjes moesten hun hand op een plateautje leggen en dat plateautje gaf 1000 hertz of 1500 hertz. Dus best lastig om dat verschil te voelen. En als ze de frequentie konden raden, dan kregen ze een beloning. Als je dat taakje begint en je maakt een opname van het brein, dan weet je ongeveer waar, dit is de linkerhand, waar die hand gerepresenteerd is, dan meet je met een scan hoeveel neuronen er geactiveerd worden. En dan zie je bij iedere vinger heb je een groepje neuronen, die hersencellen weer, die regelen het gevoel van die vinger. Dus deze vinger, daar heb je deze neuronen, die regelen het gevoel van die vinger. En deze de vierde, derde, tweede en de eerste. En dan zie je na 2 weekjes oefenen, na stimulatie, zie je dat er eigenlijk neuronen bijgekomen zijn. Dus die gebiedjes bij die 3 vingers, de vierde, derde en de tweede, die hebben zich uitgebreid. Dus dat laat zien wat uw brein doet. Hij gebruikt meer neuronen worden ingeschakeld om dat taakje te doen. Dat is altijd wat er gebeurt op hele korte termijn, dat meer neuronen ingeschakeld worden om een bepaald taakje te doen. Dus dat was eigenlijk een van de eerste experimenten waar men liet zien hoe ongelooflijk snel er wezenlijke, ook anatomische veranderingen in het brein plaatsvinden met een klein experimentje zoals bij deze apen. Maar laten we dat wat meer naar onszelf toe doen. Dit was een groep mensen die moesten met 4 vingers een melodietje spelen. En dat moesten ze per dag 10 minuten doen. Met de andere hand hoefden ze niks te doen. Dat is de controlehand. Dan kijk je weer, als ze dat melodietje spelen, hoeveel neuronen worden eigenlijk gebruikt. Dan zie je dan
is er een bepaald groepje neuronen actief, zo in het begin, bij het begin van het experiment, dan zie je dat er niet zoveel verschil is tussen de getrainde en de ongetrainde hand. Op de derde dag kun je eigenlijk al zien dat er zich een wezenlijke verandering hebben voorgedaan. Je ziet dat uw brein gedacht heeft, god, het gaat lastig worden, ik heb meer neuronen nodig om dit taakje uit te voeren, dus ik ga meer neuronen erbij gebruiken. Grotere kolommen neuronen worden gebruikt. En na 5 dagen ziet u dat er een steeds groter verschil is. Dat is een eerste principe van plasticiteit. Dat u bij een taakje die het moeilijk voor uzelf maakt, dat u meer neuronen gaat inschakelen. Dat is een heel snel zich voltrekkend mechanisme. Wat de onderzoekers vervolgens deden, is daarmee doorgaan. Week na week en 5 weken lang. En toen schrokken ze eigenlijk een beetje, want ze dachten, oh, wacht even, we hadden dit bereikt. En nu zie je dat het groepje neuronen weer kleiner gemaakt is. Dat is weer het andere principe van de plasticiteit, is dat de verbindingen verbeterd worden, waardoor je minder verbindingen nodig hebt. Dus dat is eigenlijk de tweede stap van plasticiteit. De verbindingen perfectioneren zich. Dus er gebeurt wel degelijk wat. En dat is op het niveau van die synaps. Daar vinden veranderingen plaats. En eigenlijk weten we nu uit onderzoek, niet toen in 2005, we weten eigenlijk dat die witte stof, de leidingen waarbij die groepjes neuronen met elkaar verbonden worden, die leidingen worden dikker, waardoor de prikkel makkelijker kan verlopen, zodat het hele proces vergemakkelijkt. Mooi experiment. Maar nou wordt het voor de psycholoog nog interessanter, want we hebben de mensen ook gevraagd om dat melodietje niet werkelijk te spelen, maar het in gedachten te spelen. En dan zie je dat dit is bij werkelijk spelen, zie je een toename van het groepje neuronen. En hier zie je eigenlijk dat de gedachte alleen al, dat uw brein verandert. En dat is wel een heel prachtig gegeven natuurlijk, is dat je door je denken je brein kunt veranderen. En het betekent, als je dat wat doortrekt, dat ik invloed heb op uw brein, eigenlijk. Ik kan het functioneren van uw brein beïnvloeden. Of u dat nou wilt of niet. Laat me eens een voorbeeld noemen. Als ik hier nu een citroen zou hebben, die zou ik doormidden snijden en ik zou er een hap uitnemen. U weet vast hoe dat proeft, als je in een citroen bijt. En als u nou goed hebt opgelet bij uzelf, dan kan het zijn, ik denk dat vrij veel mensen eigenlijk al een beetje een speekselvloed voelen. U heeft dat wat ik zei zo geïncorporeerd in gedachten gedaan, dat uw lijf zich al aan het voorbereiden is daarvoor. U gaat meer speeksel produceren. En dat is natuurlijk een heel gunstig gegeven. Dat betekent dat je door denken het functioneren, als je dat maar vaak genoeg doet, het functioneren van uw brein kunt beoefenen. Iedere topsporter weet dat dat zo is. Dus er komt wat bij. Eerst schakelt u meer neuronen in. En in de tweede fase van de plasticiteit worden de verbindingen geperfectioneerd, waardoor groepen beter kunnen samenwerken. En dat hele proces, dat kun je ook in gedachten doen. En in de topsport wordt daar heel veel gebruik van gemaakt. Als we de voetballers van Groningen, en mijn praktijk is in Groningen, als we die als voorbeeld nemen, dat als die een penalty moeten nemen, dan is het heel erg belangrijk dat ze het enige wat ze doen, is de focus hebben op het steeds maar weer herhalen van die bal erin schieten. Op het moment dat ik zou zeggen, goh, weet je nog die keer dat je naast geschoten hebt? Op dat moment haalt hij die herinnering op en heb ik een ander netwerkje geactiveerd, namelijk van mislukken. En een topsporter moet eigenlijk leren om het netwerkje van lukken te activeren. Daarom is dat denken zo vreselijk belangrijk. En stel je voor, je hebt een leerprobleem en je wordt er steeds op gehamerd dat het fout is.
Dus dat betekent dat je ook activeert bij, als je in de begeleiding erg veel aandacht besteedt aan de fouten, dan activeer je ook dat netwerkje wat met fouten te maken heeft. Het is heel belangrijk dat je een kind ook, is op zich niet zo erg, maar het is heel belangrijk dat je het kind leert om ook het andere netwerkje van lukken proberen te activeren. Want we weten ook, als je dat al doet, dan verandert er ook al wat. Dus meer neuronen, betere samenwerking. Nou, nog een heel veel gebruikt voorbeeld. De taxichauffeurs in Londen, die moeten eigenlijk zonder TomTom zo van de ene naar de andere straat kunnen rijden. En Londen is best groot, hè, de grootte van Utrecht. Dus daar moet je nog wel wat leren. Ze moeten daar examen in doen. We hebben in ons brein een gebiedje, dat heet de hippocampus. En die hippocampus is verantwoordelijk voor ruimtelijke waarneming. Waar we ons bevinden. Daar hebben we altijd van aangenomen, ja, dat is een gegeven. En dat kun je niet meer beïnvloeden. Nou, we weten nu dat je het wel kunt beïnvloeden. We weten zelfs dat als je het heel sterk traint, dat daar ook nieuwe zenuwcellen aangemaakt kunnen worden. En dan zie je eigenlijk bij taxichauffeurs, die taxichauffeurs die al heel lang op een taxi rijden, dan zie je, hier kijk je van voor naar achter, dit is het gebiedje in het brein waar de ruimtelijke waarneming geactiveerd wordt. En je ziet dat dat gebiedje steeds groter wordt hoe langer je taxichauffeur bent geweest. Ook dat onderzoek laat dus weer zien dat zelfs die hippocampus, waar alle mensen met Alzheimer zo last van hebben, dat die hippocampus door training kan veranderen. Goed, en zo zijn er eigenlijk wel honderden voorbeelden te noemen die laten zien dat uw brein onder invloed van training heel goed veranderbaar is. Goed, maar hoe ga je het dan veranderen? Stel je bent logopediste en je hebt een kind die heeft een taalspraakprobleem. Hoe ga je dat dan eigenlijk doen? En wat wij gewend zijn, als een bepaald systeem niet zo goed functioneert, dan gaan we compenseren. En wat ik belangrijk vind, compenseer is prima, als je eerst maar goed onderzocht hebt of bepaalde functies ook niet hersteld kunnen worden. En onze reflex is altijd eerst compenseren. Ik zal het laten zien aan de hand van dit voorbeeld. Dit is een meneer, je ziet aan die hand, is er wat spastisch, hij vindt het moeilijk, hij heeft een taakje waarbij hij heel fijn, zo fijn op motoriek moet gebruiken. En hij heeft daar erg veel moeite mee. Dat is omdat hij aan de rechterzijde van zijn brein een CVA'tje heeft gehad, een bloedingje heeft gehad, waardoor dat gebiedje niet zo goed meer functioneert. Wat die meneer deed, was een slimme man, is onmiddellijk compenseren. Hij zei, ik kan het, laat mij maar met rechts doen. Ik kan alles rechts. Die linkerhand die heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Maar we weten dat if you don't use it, you lose it. Als je dat niet gebruikt, dan kan daar ook geen herstel plaatsvinden. En eigenlijk, de bloeding kan zo groot zijn dat alle verbindingen kapot zijn, maar dat is eigenlijk zelden het geval. Altijd zijn er restmogelijkheden die je moet activeren. Dus wat hebben we bij die meneer gedaan? De goede hand waarmee hij wil compenseren, die hebben we geïnactiveerd of met een Mitella of met een kookhandschoen. Zodat hij gedwongen wordt om zijn aangedane hand te gebruiken. En dat is ook belangrijk, dat als u moet zich realiseren, restauratie, dat is dus belangrijk. Maar let wel, deze manier wordt daar natuurlijk niet, in eerste instantie niet vrolijk van. Als ik het hem wat moeilijker maak, als ik zeg, dan gaan we je hand die je nog goed doet, die gaan we in een kookhandschoen doen. Dat levert best veel irritatie op. En dat is begrijpelijk, dat is goed om uit te leggen. Stel nou dat ik zou willen dat uw hippocampus zich wat verbetert en ik zeg, nou, ik sloop uw TomTom er eventjes voor een maandje uit. Dan zouden er heel wat problemen ontstaan waarschijnlijk. Er zouden veel mensen hier in Harderwijk rondrijden met, wow, waar zijn we eigenlijk? Toch, we zouden het als experiment kunnen doen, dat Harderwijk zonder TomTom door het leven gaat. En stel, als we dat zouden doen en we zouden een opname maken zoals bij die taxichauffeur, dan zou het best eens kunnen zijn dat u allemaal uw hippocampus zo getraind heeft dat u eigenlijk helemaal geen TomTom meer nodig heeft. Dat is maar welke keuzes u maakt. Het zou een leuk experiment zijn, ja. Goed, restauratie, heel erg belangrijk.
U bent gericht op compensatie, maar het eerste wat je moet doen is kijken, wat kun je doen om te herstellen? Laten we dat eens bij kinderen en taal- en leesproblemen, dat is een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar het brein en je bent met lezen, taalspraak bezig, dan zijn dit de gebiedjes, deze drie, die heb je daarvoor nodig. Deze, deze en deze. En dit gebiedje, dat is het gebiedje waar uw auditieve informatie verwerkt wordt. En zoals we al zeiden, als je 2 jaar bent en je hebt voortdurend pus in je oren, dan kan het best eens zijn, met kinderen met taal- en leesproblemen, dat dat gebiedje niet goed ingeschakeld kan worden, omdat die bedrading eigenlijk niet goed aangelegd is. Dat zie je dan ook, dat bij veel kinderen met taal- en spraakproblemen, dat daar in de auditieve informatieverwerking iets fout gaat. En als je dan weer met je hand voor de mond gaat spreken, dan worden ze daar geïrriteerd van, want je ontneemt hun de compensatie, namelijk ze gaan lip lezen. Wat deze twee mensen hebben gedaan, dat zijn best wel belangrijke onderzoekers, die hebben gedacht, goh, als dat zo is, en in dat auditieve systeem is om wat voor reden dan ook, dat is niet zo goed gegaan, als we die kinderen nou eens trainen, als we nou eens elke dag die kinderen een half uurtje die auditieve schors trainen door ze geluidjes aan te bieden, die ze moeten onderscheiden. Welk is het hoge geluidje? Is het eerste of het tweede? Dat deden ze eigenlijk met een soort test. Als je 2 geluidjes aanbiedt en je doet die tussenperiode heel kort, dan is dat heel lastig om dat te onderscheiden. En je ziet eigenlijk kinderen die met de taal problemen hadden, dat die als die tussenperiode 150 milliseconden is, nog niet goed konden onderscheiden welk is het hoogste, welk is het laagste geluidje. En je ziet dat kinderen die er geen probleem mee hadden, die kunnen prima met 150 milliseconden dat verschil nog horen, en zelfs met 15 milliseconden. En wat zij zeiden, als we die kinderen nou eens elke dag trainen, zou het dan zo kunnen zijn dat deze, dat die daar naartoe kunnen gaan. Dus dat we dat gehoor kunnen trainen. En het zal duidelijk zijn, gegeven het feit dat mijn verhaal over de plasticiteit gaat, dat dat een heel succesvolle behandeling was. En ook dat was alweer in 1973. Ik denk dat daar te weinig mee gebeurd is, maar daar zullen we het nog wel eens over hebben. Goed, die training laat dus zien dat zelfs die auditieve schors door het aanbieden van auditieve prikkels, dus geen compensatie, dat u dat gebied in uw brein beter kunt laten functioneren, waardoor je beter hoort, waardoor het minder inspannend is om te luisteren naar iemand. Nou, dan even een kleine tussenbeeldje. Zo, dit is een MRI. U kijkt zo naar uw brein. Je kijkt onder de motorkap en dan zie je eigenlijk hier, dat is de voorkant, de achterkant. Nou, dat zit mooi vol. Hier ziet u weer een beetje die witte stof, daar ziet u die grijze stof. Als je zo aan de zijkant kijkt, dan zie je daar ook weer die grijze stof. En op een gegeven moment zag een neuroloog in Londen, die kreeg iemand binnen die had last van hoofdpijn, dus dan deden ze een routinescan. En die zag dit. Dat ziet er redelijk leeg uit, eigenlijk. Dit is alleen maar vocht. En deze schil, daar deed die meneer mee. Die meneer was ambtenaar bij ja, dat is iets te uitdagend gezegd. Maar ja, goed, het was wel zo. Het was een ambtenaar bij de vuilnisophaaldienst in Londen. En ze hebben hem natuurlijk ook getest. En hij was wat minder begaafd, maar functioneerde naar volledige tevredenheid. Dat is best belangrijk, zo'n foto, om weer te zien. Je moet heel erg uitkijken om zomaar oordelen te hebben dat over het brein. Als je alleen naar een foto kijkt, dan weet je nog niet zoveel. Je moet echt naar het functioneren kijken. Want dan zie je dat eigenlijk met betrekkelijk weinig, dat je daar heel veel gedaan mee kan worden. En er zijn veel voorbeelden die dat laten zien. Dat iemand die bijvoorbeeld zijn linkerkant mist, dat die eigenlijk ook nog prima functioneert. Dus het laat zien dat als je onder druk gezet wordt, dat je brein zich heel goed kan aanpassen en dat je nog goed kunt functioneren. Goed, ook al zou je kunnen zeggen, misschien had deze man een normaal brein omdat hij ambtenaar is geworden. If you don't use it, you lose it, zou ook kunnen. Maar goed, dat zal in dit geval niet zo zijn. Goed, dus uw brein is
heel plastisch. Dat gaat niet vanzelf. Het gaat onder druk. Het gaat altijd met een beetje tegenzin. Het mooiste is om er toch een beetje plezier mee te hebben. Dan gaat het leren namelijk sneller. Laten we nou eens kijken. Dat betekent dat dat brein dus heel gevoelig is voor wat u doet. Gevoelig is voor de omgeving waarin u functioneert. Als we nou eens, dit zijn oude plaatjes, maar hoeveel uur brengt een gemiddeld kind achter de iPad en de iPhone door? Best veel, eigenlijk. En zou dat ook consequenties hebben als dat zo is? Het kan niet anders, en gegeven het feit wat wij al hebben laten zien. Als je kijkt bij een jong kind, al die bedrading is aangelegd. Dan hangt er maar van af, wat wordt ervan gebruikt? Een arts die heeft dat eens onderzocht, dat kun je natuurlijk niet zomaar met kindertjes doen. Je kunt niet zeggen, we gaan één groep kinderen 2 maanden lang overprikkelen met disco en weet ik veel wat. En de andere groep geven we een hele rustige omgeving. Dus hebben ze dat met muisjes gedaan. Ze hebben het leven van een muisje nagebootst. Dit is eigenlijk de rustige ruimte. Dat is de standaard behuizing. En daarna krijgen ze een disco-omgeving aangeboden. 42 dagen lang. Mooi. Goede belichting. Lekkere heavy metal muziek. En dan eens kijken, wat is die plasticiteit van het brein van die muis? Wat betekent dat nou? Aan het eind werden de muisjes getest. De testmuisjes die in de disco hadden gezeten. En die werden vergeleken met de muisjes die gewoon in een standaardbehuizing hadden gezeten. En er waren heel veel metingen die ze hebben gedaan. Ik zal er eentje uitpikken. Als je een muis in een grote bak neerzet, dan gaat hij allemaal aan de rand lopen. Want het is best link. Hè. Je kunt door een vogel of een kat gepakt worden. Dus ze zijn eigenlijk best voorzichtig. Dit zijn de controlemuisjes die dus gewoon in hun eigen normale hokje hadden gezeten. Dit zijn eigenlijk de overprikkelde muisjes. Die muisjes die in de disco hadden gezeten, die namen vreselijk veel risico's. Ze bewogen vreselijk veel. Eigenlijk waren ze een beetje hyperactief, zou je kunnen zeggen. Als ze zo'n muisje naar de psychiater zouden sturen, zou je zeggen, ja, dat is een ADHD-muis. Die moet een pilletje hebben. En ik zal laten zien dat pilletjes al best werken. Maar gegeven het feit dat we weten, zoals bij deze muis, hoe het ontstaan is, dan moeten we het ook weer terug kunnen draaien. Zeg je? The little Jamalus ran all the way home. It's fast! Ah! No. It's Gabe. What the fuck? Excuse me, what's up with the fist of pain? You ready to ride the fist of Gabe? I heard somebody rode it and it's shit. So, SpongeBob, de meesten van u kennen mogelijk SpongeBob. Wat gebeurt er nou als je kinderen 9 minuten naar SpongeBob laat kijken? We hebben net geleerd bij die muisjes dat er wat best wat gebeurt in je brein. Laten we even kijken. Dit waren 3 groepen kinderen. De ene groep die mocht gedurende 9 minuten tekeningen maken. De andere groep die kreeg een verhaal voorgelezen. En de andere groep in een aparte ruimte, geluiddicht, konden naar SpongeBob kijken, 9 minuten lang. Ze kregen taakjes. En dat zijn allemaal executieve functietaakjes. Taakjes waarbij je gecontroleerde aandacht nodig hebt. Je ziet dat al deze kinderen, die mochten tekenen, die waren rustig geworden, die verbeteren op die taakjes na 9 minuten. En dit zijn de kinderen die SpongeBob hebben gekeken. Dus dat gedeelte van hun brein, het voorste gedeelte van hun brein, waarbij je gecontroleerde aandacht hebt, waarbij je werkgeheugen gebruikt, die staat eigenlijk een beetje uit. Nou, stel dat je nou elke dag de kinderen even 9 minuutjes naar SpongeBob laat kijken, dat kan bijna niet anders. Dat er een SpongeBob-syndroom ontstaat, of iets dergelijks. Hè. Of ja, dan zeggen we, als we het naar de psychiater sturen, dit kind heeft ADD waarschijnlijk. Die moet eigenlijk een pilletje hebben.
Waarom is dat nou zo belangrijk? Hoeveel minuten heb ik eigenlijk nog? Hoeveel? 10. Oh, mooi. Goed. In uw hoofd zitten, als we het even heel simpel bekijken, 2 aandachtssystemen. Dat is het gecontroleerde aandachtssysteem. Dat bevindt zich... Dit is een netwerkje. Een gecontroleerde aandachtssysteem is als u echt moeite moet doen om goed te luisteren. Het is een beetje saai, maar het is toch wel belangrijk om te horen. Dan moet u echt moeite doen om bij een taak te blijven. Dat is een belangrijk systeem, maar dat heb je op school en in allerlei situaties heb je dat nodig. Dat is een gecontroleerde aandachtssysteem. Dit is uw stimulusgestuurde aandachtssysteem. Dat is het systeem wat geactiveerd wordt door prikkels van buitenaf. En als je nou kijkt naar de wereld draait door, om even een voorbeeld te nemen. Voor die mensen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kijken. Dus zij zorgen ervoor dat u steeds gestimuleerd wordt. Dus dat uw gestimuleerde aandachtssysteem u bij de les houdt. U hoeft zelf niks te doen, want Matthijs die zorgt dat het interessant is. Stel dat u... Als je daar in het programma zou zitten en u zou een heel lang antwoord geven, dan wordt u waarschijnlijk onmiddellijk afgebroken. Want dat kost kijkers. Zo worden we eigenlijk voortdurend in situaties gebracht waarin u niet uw gecontroleerde aandachtssysteem nodig heeft. Het lesgeven moet uiterst interessant zijn, moet steeds maar leuk en spectaculair zijn. Want anders zeggen de kinderen, nee, de juf is heel saai. En dat betekent... If you don't use it, you lose it. Dat betekent dat dat gecontroleerde aandachtssysteempje, als ik bij zo'n kind een test afneem, die betrekkelijk saai is, dan zie ik dat ze daar op falen bij die test. En stel eens als je dan naar SpongeBob kijkt, dan ook nog naar de wereld draait door, je zit de hele dag op je iPad, dan kan het bijna niet anders dat bepaalde systemen in uw brein zich slecht hebben ontwikkeld. Maar ook wat wel weer mooi is, we weten dat al die systemen door training ook kunnen verbeteren. Maar dat gaat niet makkelijk, dat gaat altijd met een beetje weerstand. Dus dat gecontroleerde aandachtssysteem is een heel belangrijk systeem. Alles waar u mee geconfronteerd wordt, is gericht op uw stimulusgestuurde aandachtssysteem. Dat betekent dat u in een omgeving leeft waar uw gecontroleerde aandachtssysteem zich niet goed kan ontwikkelen. Overal, als u in een winkel bent, u wordt voortdurend geprikkeld. Als u een computerspelletje doet, dan is het spelletje zo gemaakt dat als uw aandacht zou verslappen, dan wordt er onmiddellijk weer een nieuwe prikkel gegeven. Dat is heel ingenieus over nagedacht. En dat heeft natuurlijk consequenties. Stel eens, je bent logopedist en je hebt een kind wat 2 uur per dag naar SpongeBob kijkt en dan nog naar De Wereld Draait Door en op de iPad en jij gaat hem leren hoe die met bepaalde teksten anders bezig moet. Dat is iets heel fundamenteels bij dat kind, is niet goed ontwikkeld. En dat betekent dat hij onvoldoende kan profiteren van wat de logopedist doet. Dus mogelijk moet je ook eens bezig met gecontroleerde aandacht. Goed, dus dat is de omgeving van kinderen. Dat is momenteel natuurlijk best wel actueel. Als je kijkt wat kinderen geboden wordt, dan is daar, dat zijn dat heel veel dingen die zijn gericht op het stimulusgestuurde aandachtssysteem. En dat gaat ten koste van het andere aandachtssysteem. 3 maanden geleden was er een publicatie van de Erasmus Universiteit dat veel kinderen bijziend zijn. En dat is al een eerder onderzoek geweest, een aantal jaren terug in Singapore, viel ook op dat daar ongelooflijk veel kinderen bijziend waren. Wat ze daar gedaan hebben, is gezegd, oké, als dat zo is, dan krijgen die kinderen een bewegingsprogramma, een buitenspeelprogramma. Want er bleek een redelijk sterk verband te bestaan tussen bijziendheid en veel in huis zijn. Want als je veel in huis bent, dan hoef je natuurlijk niet echt in de verte, dat systeem ontwikkelt zich niet. En na die interventie met veel buiten zijn, waren heel veel kinderen verbeterd in het functioneren van hun zicht. Dus ook in dat soort functies is ook sprake van plasticiteit. Uw hele systeem, eigenlijk alles van uw systeem, is gericht om het beter om te gaan met uw omgeving. En als uw omgeving heel rigide is, dan past uw brein zich daar ook aan.
Laten we nou eens kijken naar 25 kindertjes die gediagnosticeerd werden met ADHD. Daar werden testjes mee gedaan. En waar kijken we nou altijd naar? Dan kijken we naar, je moet ongeveer bij 100 uitkomen. Het verbale STM, short-term memory, korte termijn geheugen. Nou, dat is aardig goed. Het visuele korte termijn geheugen is een beetje slechter. Het verbale werkgeheugen. En dan moet u denken aan, als ik zeg 3984215, kunt u dat eens omgekeerd herhalen. Dat is uw verbale werkgeheugen. Wow, dat is best lastig, want u moet dat spoortje actueel houden. Maar u kunt dat heel goed trainen. Dat is uw verbale werkgeheugen. Dat is al wat minder. En dan zie je, zoals bij zoveel kindertjes met ADHD, dat het visueel ruimtelijk werkgeheugen significant veel slechter is. Laten we nog een experimentje doen, eventjes als afsluiting daarbij. Dan gaan we weer verder met dat. Als ik u zou vragen om het woordje tandarts te spellen. En ik vraag u dat om dat omgekeerd te spellen, van achter naar voren. Dan kunt u dat proberen maar eens te doen. Eigenlijk, als ik in jullie ogen kijk, dan kan ik eigenlijk al een aantal mensen aanwijzen die niet het goede systeem gebruiken, die aan het compenseren zijn. Als u dat goed wil doen, dan moet u eigenlijk een beeld projecteren van het woord. En dan kun je het zo achterstevoren oplezen. Dat is je visueel ruimtelijk werkgeheugen. Heb je daarvoor nodig. Als die het niet zo goed doet, dan denkt u, wow, ik spel het woordje, het is tandarts. S, tandarts, T. Zo probeer je eigenlijk via een compensatie het nog te doen. En daar kun je heel snel in zijn. Maar als ik dan vraag, het woordje paard, schrijf je dat met een T of een D? Ja, dan heeft zo'n kind een regel nodig. Ik zie gewoon een paard met een D, omdat ik het woord voor me zie, mijn woordbeeld. Maar als mijn visueel ruimtelijk werkgeheugen niet goed is, dan ga ik compenseren met het fonologisch werkgeheugen, het verbale werkgeheugen. Zo zie je weer op allerlei gebieden ga je compenseren. En dat is vervelend, want als je nou echt een stevige dosis, een diagnose ADHD hebt, je kunt niet zo goed gebruik maken van je verbale, je visueel ruimtelijk werkgeheugen. Je kunt je het woordje niet goed voorstellen. Dan vinden mensen ook vaak dat je dus dan maar dyslexie hebt, omdat je zulke stomme fouten maakt. Tandarts kun je niet goed achterstevoren spellen. Maar het probleem zit eigenlijk in deze functie. Wat nou interessant is, als we iemand met deze diagnose een pilletje geven, 90 minuten daarna doen we dezelfde testjes weer, dan zie je eigenlijk dat met name deze functie, het visueel ruimtelijk werkgeheugen, significant beter is geworden met dat pilletje. Prachtig gegeven. Heel mooi dat het zo is. Wat we gedaan hebben is die kinderen ook een training geven. Dat heet de werkgeheugentraining. De Cogmed werkgeheugentraining. Dat betekent dat je 5 dagen per week gedurende 30 tot 40 minuten spelletjes op de computer doet die jouw werkgeheugen trainen. Dus geen stimulusgestuurde spelletjes, maar gecontroleerde aandacht spelletjes. Dat 5 dagen per week met een begeleider, want er is geen kind die dat uit zijn eentje doet, en dat 5 weken lang. Dat is heel pittig, want het is nou juist een systeem wat niet zo goed werkt. En dat ga je nou trainen, dus dat gaat met weerstand, dat kan niet anders. Maar Marieke zal ook laten zien hoe je daar een kind toch in kunt motiveren om over die weerstand heen te gaan, want als je dat lukt, na zo'n cognitief werkgeheugentraining, dan zie je dat al die functies eigenlijk significant kunnen verbeteren. En het is dan ook zonde, hè, als je soms wel eens hoort dat een kind van de psychiater een pilletje voorgeschreven is en dat er verder niks gedaan wordt. Dus er geen gebruik gemaakt wordt van die mogelijkheden. Als je bij deze kinderen 6 maanden later kijkt, dan zie je dat dat eigenlijk ook op niveau is gebleven. Maar, dat hangt er ook maar van af. Hè, als u zegt, nou weet je wat, je hebt nou zo goed met je Cogmed bezig geweest, je mag de komende weken 2 uur SpongeBob kijken. Ja, dan gaat het natuurlijk weer achteruit. Dus de vraag, blijft zoiets, is eigenlijk een naïeve vraag. Ik ga ook niet bij een bodybuilder, als die helemaal zo breed uit zo'n fitnessruimte komt, zeggen van, goh, blijft dat nou over een jaar, is dat er ook nog? Dan zal hij me heel raar aankijken. Hij weet dat hij daar vreselijk hard voor moet werken. Dus if you don't use it, you lose it, ook wat dit betreft. Goed. Wat leren we er nou van? Uw brein is plastisch. If you don't use it, you lose it.
En u kunt wijs oud worden. U kunt ook onwijs oud worden, maar u kunt ook wijs oud worden. Dus dat betekent dat die plasticiteit nooit ophoudt. Dank voor uw gecontroleerde aandacht. Dat is toch een...